Dag beste mensen, liefjes, Abort Bekondita, boek 1, paragraaf 45, alinea 3 in dit geval. Het gaat over een tempel van Diana die gebouwd gaat worden in Rome, met medewerking van allerlei Latijnse volkeren. En Servius heeft daar die Latijn toe overgehaald. Maar ja, dat is natuurlijk wel, dat bewijst dat Rome erg belangrijk was, dat het in Rome gebeurde met name. En dat lezen we ook hier in de interpretatie van Livius zelf. Ea erat confessio caput rerum Romam esse. De quo totiens armis certatum fuerat. Eigenlijk zij, maar we kunnen beter vertalen hier met dit, want het is alleen maar vrouwelijk omdat confessio vrouwelijk is. En dat is eigenlijk het naamwoordelijk deel. Dus dat wil zeggen, dit was de erkenning dat, ja, dat Rome de caput rerum was. Dat is zeg maar letterlijk het hoofd van de zaken, oftewel de hoofdzaak, oftewel de hoofdstad, oftewel het allerbelangrijkste van alle dingen en zo in daar in de buurt was. Waarover de quo, dus zo'n relatieve met een voorzetter ervoor, geeft vaak, kan je vaak met iets van over wie, of in dit geval is het een ding, dus waarover, het gaat namelijk over caput rerum, waarover zo vaak met wapens, ablatief middenvoud van arma, gestreden was. Ja, je zou eigenlijk gestreden was geweest, maar dat is natuurlijk een beetje, ja, overbodig allemaal. Om daar was geweest te zeggen. Ik kan beter misschien zeggen, gewoon certatum erat, gestreden was. En dus dat is wat we hier lezen, eigenlijk een soort van metafoor. Het hoofd van de zaken doet dus de hoofdzaak. Of het belangrijkste. In ieder geval iets wat de meeste macht heeft. Dan lezen we een langer ingewikkelde zin. Id quam commissum jam ex omnium cura latinorum op rem totiam sin feliciter tentatam armis videbatur unis ex axabinis force dare visast privato consilio imperii repipe randi. Het is eigenlijk een quam zin. Hoewel. En daar hoort bij videbatur als persoonsvorm in die bijzin. Hoewel, en dan is het onderwerp, dit, ja, je zou denken gezien werd, hè, want het is ba en het is tour, dus het is verleden en passief. Maar gezien worden, videri in het Latijn, heeft vaak, of eigenlijk bijna altijd de betekenis lijken of schijnen. Dus hoewel dit leek, is eigenlijk beter. Nou, dan snap je ook wat erbij komt, namelijk omissum esse. Hoewel dit leek, ja, iets als afgestoten of zo, of losgelaten te zijn. Hoewel dit losgelaten leek, hoewel het leek losgelaten te zijn. Dit al uit de zorg van alle Latijnen. Nog even door, dan komen we bij de uitleg. Op vanwege de zaak zo vaak ongelukkig, dus onsuccesvol geprobeerd, PPP van Temptare, met wapens. Armies hebben we hier ook al gezien. Daarmee wordt het volgende bedoeld, even in normale Nederlandse volgorde, hoewel dit al uit de zorg of aandacht van alle Latijnen losgelaten leek, wegens wegens de al zo vaak onsuccesvolle met wapens geprobeerde of uitgeteste zaak, oftewel dominant bedoeld het temptatum, vanwege het proberen, vanwege het feit dat de zaak al zo vaak onsuccesvol met wapens geprobeerd was. Nou, waar gaat het nou allemaal om? Dit, hè, en de zaak gaat om, wederom, het caput rerum esse. De hoofdzaak zijn. Daar hadden ze vaak om gestreden, de Romeinen en de andere Latijnen. Dat was dus die zaak, die was heel vaak onsuccesvol geprobeerd door die Latijnen. En dus was nu inmiddels de wens om de caput rerum te worden, was eigenlijk al lang uit hun cura verdwenen, uit hun aandacht, uit hun zorg. Dat kon hun eigenlijk niks meer schelen. En hoewel dat dus zo was, dan komt er toch even iets anders. Dat gaan we nu eerst doen en daarna kom ik eventueel nog terug op wat andere details. Uni se examinis fors dare visa est.
Visa est, zelf als videbatur, alleen is dit imperfectum en is dan perfectum. Dat komt ook van videren, hè? Eigenlijk wordt dat passief. Leek, de fors, het lot of de mogelijkheid hier zo. Lijkt me ook wel een mooie vertaling. C, dare, zichzelf te geven, aan te bieden. Uni is de dativus van unus, dus aan één. Dat is een beetje gek dat je niet uno krijgt, maar dat heeft een raar rijtje. Hè? Unus, unius, uni, unum, uno. Dus de dativus uni. Aan één ex Sabinus, aan één van de Sabijnen. Het leek het lot zich aan één van de Sabijnen aan te bieden. Wat voor lot? De mogelijkheid, moet ik beter zeggen. Om privato concilio met privé besluit of op eigen houtje eigenlijk betekent het zoiets als privato concilio volgens persoonlijk besluit. De mogelijkheid van, letterlijk, van de terug te veroveren macht. Dus een gerundivum, concludeert daarmee, dus het is een gerundivum. Dus is het hier dominant gebruikt eigenlijk, nou niet dus, maar er zit geen S erbij, dus is het dominant gebruikt. Van het terugveroveren van de macht, oftewel de mogelijkheid om de macht terug te veroveren volgens een privéplan, met een eigen plan. Leek de mogelijkheid zich aan een van de Sabijnen aan te bieden om met een privéplan, met een persoonlijk plan, de macht terug te veroveren. Goed, dat is natuurlijk een best ingewikkeld stukje. Met name dat de volgorde een beetje typisch is, omdat we beginnen met dit it. It staat hier vooraan in plaats van kwam kwam. Doet hij natuurlijk expres, omdat hij it, dat is dat, kapotuurmeester, dat wil hij extra aandacht geven. En daarom maak ik ook een bruggetje eigenlijk met het voorafgaan, en daarom zit hij dat vooraan. De officiële constructie die je hier hebt is een NCI, want dit is een nominativus en dit is een infinitivus, omissum esse. En die vind je altijd achter passief van dikere, passief van credere, passief van videre. Maar in dit geval met videre is het heel makkelijk, want het gewoon letterlijk kwijt vertalen. Dit leek al losgelaten te zijn. Terwijl het leek dat dit losgelaten was, kan je ook eventueel zeggen. Hier staat omnium cura latinorum expres et een hyperbaton uit elkaar. Dan wordt deze woordgroep eigenlijk meer één geheel van. Dit is dominant, had ik al gezegd. En hier valt nog op dat C op een bijzondere plaats staat. Dus dat het lot, zou je normaal gesproken zou verwachten, Uni ex Sabinis fors sedare visa est. Maar dat C is op een gekke plek terechtgekomen. Ik kan niet helemaal onder woorden brengen wat dat nou voor een effect heeft op de lezer, zeker uw luisteraar. Het trekt in ieder geval wel de aandacht naar deze zin. Dit is imperfect omdat het de hele tijd al zo leek. Het leek verdwenen uit de aandacht van de Latijnen. En hier plotseling leek die zich aan te bieden. Dus dat is een perfectum daar. En dan tot slot, waarin bestond dat lot dan? Of dat die mogelijkheid, moet ik beter zeggen. Bos, het ging in voor een koe. Bos in Sabinis nata, cui dan patri familiae digitur, Miranda magnitudine ac specie. Een koe in de Sabijnen, dus bij de Sabijnen, geboren te zijn aan een of voor een of andere, cuidam, is van cuidam, is een of andere, voor een of andere vader van een familie, een pater familias, is een soort technische term voor een hoofd van een familie. Wordt gezegd, en dan, Miranda, en dit hoort bij magnitude, dus het is ablativus hier, met wonderbaarlijke omvang en uiterlijk. Nou, even in Nederlands van maken. Dikitur, had ik net al gezegd, videbatur, hier dikitur, ook een NCI. Letterlijk is het dus een koe wordt gezegd geboren te zijn. Dat kun je in Nederland niet echt goed zeggen. Wat je wel kan zeggen is, men zegt dat. Dus daar beginnen we even mee. Men zag dat er bij de Sabijnen, in het gebied van de Sabijnen, een koe geboren is. Voor een of andere, of bij een of andere paterfamilias, hoofd van de familie. Een koe, en dan, ja, met een wonderbaarlijke omvang, of, en uiterlijk.
Dus hij was heel groot en zag er ook heel erg mooi uit voor een koe. Dat gegeven, die koe, daar gebeurt iets mee. En hoe dat nou zich ontwikkelt tot een mogelijkheid om de macht terug te grijpen, heeft uiteraard weer met iets religieus te maken. Dus dat lezen we in het volgende filmpje. Tot dan.